open de Finder of de Verkenner en ga naar de map waarin ArchCAD is geïnstalleerd en sleep daar de werkplaats naar je project toe. De werkplaats bevat een aantal voorgedefinieerde elementen die je eenvoudig met een pipetje kunt overnemen en daar direct mee ramen en deuren kunt tekenen. De objecten uit deze werkplaats zijn allemaal objecten die in de bibliotheek zijn geladen. Zo zijn er ook ramen waarmee je roedes en panelen kunt maken. Deze bevatten dezelfde opties als in de ramen en deuren zelf, inclusief de menustructuur. Een extra optie is opgenomen in de deuren. Daar is de optie voor opdekteur beschikbaar om een typisch Nederlandse opdekteur te maken. Er zijn ook wanden geplaatst in deze werkplaats. En daarvan zijn de eenvoudige instellingen gewoon de hoogte van het frame dat je wil hebben. Let erop dat de bovenkant van de wand op 0 uitkomt. Er is een speciaal object maatvoering en daarmee kan ook submaatvoering worden gegeven in de ramen en deuren staat, zoals die in de KeyMemory editie aanwezig is. Om afwijkende vormen te maken heb je ook een wallhole nodig. Dit is gewoon een vloer waarbij het ID op wallhole staat en daarmee kan de vorm van het raam worden getekend. Wil je een andere dagkant hebben, bijvoorbeeld voor ramen achter slag, dan kun je deze wallniches gebruiken. Heb je afwijkende vormen draaidelen, dan kun je deze openingslijnen gebruiken. Heb je vast glas, dan kun je deze vloeren gaan gebruiken. Positioneer de vloer op de juiste hoogte en geef het een juist building material. Heb je eigen vorm openingen, dan kun je ook de draaidelen zelf maken. Heb je de elementen helemaal gemodelleerd? Dan selecteer je deze elementen, dan ga je naar het menu KeyMember, opslaan als raam of opslaan als deur. Geef het een duidelijke benaming en sla het op in de Embedded Library. Het element is daarna meteen beschikbaar bij het gewenste gereedschap en te plaatsen in de voorbeeldwand